Let's use this momentum to make an action plan. Together, as Team Smart Europe, let's accelerate European smart industry. Welcome to the Netherlands. Welcome to the Wester Gasfabriek. The challenge now for us is to turn this budding growth into a full recovery. We hebben een bijeenkomst van de ministers van de Europese Unie, van de 28 landen, in de Competitiveness Council. En normaal ben je daar dan met ministers onder elkaar en soms met ambassadeurs en andere vertegenwoordigers. Maar wat wij dachten is dat we er graag de ondernemers bij willen hebben. Dus we hebben iedere minister gevraagd of hij uit zijn eigen land één ondernemer mee wil nemen die vooraanstaand is op het punt van de digitalisering van de industrie. We hebben een hele grote potentie in Europa in onze, wat wij noemen de digital single market, maar ook in de single market for services, de dienstensector. Heel veel hebben we nog niet benut. Het is een avond waar je natuurlijk heel mooi bij elkaar hebt overheid, regelgevers en industrie en heel veel entrepreneurs. En wat je natuurlijk uit al hun verhalen hoort, is ja, daaruit kun je echt wel een aantal verbeteringen halen die in Europa toepasbaar zouden kunnen zijn. Dus het is gewoon een hele interessante avond. Actually, I really enjoyed the evening as it kind of made the point of the whole topic around digitalization, the future of our industry in digitalization, has reached kind of the top layer of decision making on that. And I think that's really key to whatever changes come in. So I enjoyed it. Opgepikt dat er een enorme positieve instelling is. Er wordt wel herhaald natuurlijk dat er allerlei problemen zijn om dingen in praktijk te brengen en zo. Dus, maar in principe is iedereen het wel over eens dat we veel meer moeten doen om ondernemers de kans te geven om in heel Europa diensten aan te bieden. Smile. Okay, one more. Voor Instagram Takeover hebben wij. En dat was een soort actie en dat kon je winnen. En wij vier hebben toen gewonnen. Allemaal foto's erop zetten wat we vandaag gaan doen. Het is wel een beetje spannend, maar niet heel erg. Maar ook belangrijk. Maar zullen we afspreken dat alleen jij de vraag stelt? Ja. Ja. Hey jongens, ik ben Henk. Ik ben Madelief. Hallo Madelief, leuk jou te zien. Heeft u het vaak druk? Ja, ik heb het wel heel erg druk. Ja. Het is een heel mooi werk wat wij doen. Maar er zijn maar een paar mensen in de regering, ik geloof een stuk of 10. En er wonen 17 miljoen mensen in Nederland. En er moeten heel veel dingetjes voor geregeld worden. Ja, zijn jullie klaar voor? Ja, we zijn er klaar. Welcome to the press debriefing on day 2 of the informal ministerial meeting on competitiveness here in Amsterdam. Jongens, ik ga even wat in het Engels zeggen. Ladies and gentlemen, the European economy is looking up. En ik vond het echt geweldig om behalve ministers uit 31 landen, de 28 van de Europese Unie plus 3 gaslanden, maar ook ondernemers uit die landen te hebben. En de wisselwerking onderling tussen die ondernemers uit al die landen en de ondernemers en de ministers was erg inspirerend.